Wij stonden ook echt op de plek waar gewoon de meeste doden zijn gevallen ook. En ineens lig ik op mijn rug op de grond. De hele zaal, als een soort domino-stenen, ging iedereen tegelijk op zijn rug liggen. En dan rechten ze op de plek waar ik lig ook en beginnen alle drie ineens tegelijk te schieten. Ja, dan gaat er echt van alles door je hoofd. Dat vond ik bijna nog enger. Het is gewoon doodstil terwijl dit gebeurt. Koppen. Hoi, ik ben Iris Eintoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Groot of klein? En elk verhaal over een held. begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt? En hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Yes, en deze week neem ik een podcast op met Ferry. Jij was vijf jaar geleden aanwezig. in het Bataclan-theater. toen daar een terroristische aanslag plaatsvond. Om jou heen zag je mensen dood worden geschoten. en jij en vrienden wisten maar net te ontsnappen. Um, in deze podcast wil ik gaan praten over wat het met een mens doet. als je zoiets ongelooflijk traumatisch meemaakt. Jij hebt eigenlijk. Uh, woede en haat kunnen omzetten in verzoening. En ik denk dat dat een heel mooi gegeven is om een podcast over op te nemen. Dus lange intro, maar <laughs> dankjewel dat je er bent. <laughs> Mooie intro, bedankt. <laughs> ja, hoe gaat het met je? Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Het is deze week ook vijf jaar geleden dat de aanslag in Bataclan plaatsvond. Ja. We gaan gewoon even helemaal bij het begin beginnen. Um, wat was jullie doel in Parijs? Vier jongens die van rockmuziek houden en bier drinken, die gingen een bandje kijken. Kan je ons meenemen in deze avond? Ja, het, 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 het was dus een hele dag natuurlijk. Het begint als morgens in de auto dat je met z'n vieren uh, vertrokken we uit Rotterdam. Altijd het leukste stukje, lekkere metal op in de auto, een beetje meeblaren en uh, uh, lekkere mannen praten, weet je al. Lekker een nog... beetje in de, in de ja, gewoon, stemming komen? Precies, ja, dat is eigenlijk het leukste nog bijna van zo'n uh, trip. En, uh, we hebben best wel even in de file gestaan, dus we kwamen heel laat in uh, Parijs aan, einde van de middag. Dus uh, heel even snel een douche gepakt in het hotel en. Uh, moet ik uh, bier gedronken worden op zo'n dag. Toen zijn we ja. lekker de kroeg ingedoken om even uh, wat halve liters te atten en uh, een hamburger te eten. En uh, toen gingen we richting de concertzaal. Het was allemaal best wel gehaast. We waren best wel laat. Het was een hele koude avond. Heel mooi pand is het, die Bataclan. Maar doordat we best wel laat waren, zijn we gelijk naar binnen gedoken. En later zie ik al die foto's naar buiten komen van hoe dat eigenlijk uitzag. Ja. Ook, oh, dat heb ik hem niet eens gezien, want ik ben... Later via de achteruitgang uh, ontsnapt weer. Dat ga ik ja. zo allemaal uitleggen. En ja, dan kom je in een concertzaal... die lijkt op iedere willekeurige kleine concertzaal. Uh, Paradiso Amsterdam. Paradiso lijkt er nog het meest op, denk ik. Ook een beetje uh, zo'n klassieke sfeer. Uh, twee etages met zitplaatsen. Uh, wat rode doeken hangen er. En ja, echt, echt een, een klassiek echt, theater. Echt een theatertje was het, ja. ja. Een heel klein ook echt. Ik geloof dat er max uh, 1100, 1200 oh. mensen in konden. Okay. We zijn even een plekje aan het zoeken in de zaal... En ze gaan een beetje strategisch staan bij de bar en de toiletten. Ja. Best wel belangrijke plekken zijn dat, hè. Dat is bier halen en pissen. Ja, dat zijn essentiële dingen op de avond. Ja, ja. en ik heb nog even een t-shirtje gekocht. Uh, of nee, ik heb niet gekocht. Een t-shirtje gepast. V uh, vind ik altijd wel leuk om een souvenir mee te nemen uh, van een uh, concert. Maar ik weet niet waarom ik vond... Hij zat niet lekker of zo. Ja, waarschijnlijk was het te duur, want t-shirts bij concerten zijn altijd te duur. Nou, weet je wat heel duur was? Grappig ja. dat je dat zegt. Uh, we verbaasden ons zorgen over hoe duur het bier was. Ja, maar dat ja. ging in de hoofdstad Parijs. Dat soort van. Maar vooral ik, en nou, ja. mijn maat pestte mij nog wel eens van duur, dat bier. Ja, maar ik ging vier bier halen voor 16 euro. Of zo. Oh ja, dat is wel en waren duur. geen halve liters. Dus 4 euro per biertje. What the fuck. Het gaat echt veel geld kosten ja. om dronken te worden ja. vanavond. Ja, maar goed, lekker boeiend. Dat, dat, dat wordt je toch sowieso wel. Ja, um, nou, dan begint het concert en uh, ja, gewoon fucking gezellige leuke sfeer het is echt een uh, het is gewoon gezellige stevige rock and roll muziek maar geen okay, dat leuk ja Het ja, is echt gezellig wordt echt gedanst en ja. op een gegeven moment gaan ze nummers spelen dat is voor we doen wel een wat harder nummer dat heet uh, Kiss the Devil en bij rockconcerten, ik weet niet of je het wel eens heb gezien, maar bij heftige gitaarstukken gaan mensen als rondjes rennen en elkaar wegduwen. Ja, van die morspits. Ja, precies, zo'n morspits. Ja. Ah, heb je ik weet. wel eens vroegelijk op Lowlands ingestaan, dat ik dacht: what the fuck? <laughs> wat gebeurt hier heerlijk. Ik mis dat zo, nu ook joh, ja, ik Tijdens ook corona. Ook. Maar goed, mijn maten die, uh, die duiken die morspit in. En uh, ik blijf een beetje aan de zijkant staan. Ik, uh, ik heb ooit mijn enkel gebroken een paar jaar geleden. En uh, je duwt mij heel makkelijk omver. Je zou het niet zeggen als je me ziet, maar ik ben heel erg snel uit balans. Ja. Dus die morspits doe ik eigenlijk nooit meer. Dus mijn vrienden zie ik ze losgaan in die mospit. En dan ineens hoor ik uh, wat, wat ploffen achter me. Uh, je moet, moet je voorstellen, de... ja, je bent vast, vast op een concert geweest. muziek staat echt knetterhard. Je hebt echt een piep in je oren vaak de dag daarna. Dus het, het, het eerste geluid dat ik hoorde, dat, dat, dat klonk alsof iets uit de boksen kwam. Of alsof de kabeltjes niet goed zaten. Dat ploft ook vaak een beetje. Dus ik weet nog, ik kijk zo achterom. Het uh, was pikdonker en ik zie daar niks. Dus ik kijk weer richting het podium. En dan zie ik ineens dat de band is gestopt. En het uh, licht staat vol aan. Zo, wat de fuck is dit? En de band rent van het podium af. En ineens ligt ik op mijn rug, op de grond. De hele zaal was een soort dominostenen. Ging iedereen tegelijk op zijn rug liggen. En dan lig ik met mijn gezicht richting de ingang van de zaal. Dat is ook zo bizar. Ik ben zeg maar omgedraaid en gaan liggen, precies goed. Zodat ik kon zien wat er gebeurde. Ik zie drie mannen staan daar die in het zwart gekleed zijn. En voor mij denk ik in eerste instantie dat het een beveiligers zijn of een politieagent. Ze staan iets hoger dan. Dan dat ik lig, Dus ze kijken zeg maar neer op, op de zaal. En ze hebben wel een geweer in hun handen. En dat, dat hebben ze dus net leeggeschoten. Maar dat heb ik niet door. Want ik heb helemaal niet, nog niet zo geïnterpreteerd als er is net geschoten hier. Maar dan herladen ze zeg maar een geweer. Die hebben ze op de bar en op de merchandise uh, leeggeschoten, heb ik gehoord. En dan benoemde ik net even, ik heb een t-shirtje gekocht. Want ik kan die man ook herinneren. Ik weet dat hij doodgeschoten is yeah. achteraf. En dan richten ze op de plek waar ik lig ook. En beginnen alle drie ineens tegelijk te schieten. Ja, dan gaat het echt. Van alles door je hoofd, van wat the fuck is dit? Is Realiseerde echt... je toen gelijk al dat een terroristische aanslag was? Ja, dat woord komt niet... Uh... Even een slokje water. Ja. Is het moeilijk om terug te gaan naar die avond? Nee, ik heb een beetje droog kil. Oké. Okay. Als, als ik dat ja. in dit moment van het verhaal heb, zijn mensen altijd... Oh, je bent weer heel erg uh, geëmotioneerd. Ja, nee, maar misschien dat... Nee, dat, dan is, dat dan het valt me Ik um, yeah. Natuurlijk, over dit stukje, dit is het ergste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt... Het Doet altijd meer dan dat ik gezellig vertel over wat ik net zei. Voordat tuurlijk. we begonnen, ik heb lekker gesport. En ja. dus tuurlijk, het doet wel iets met je, dat is logisch. Maar ik zie um, ik zie die gasten de dus schieten op ons en ik zie gewoon binnen seconden uh, mensen geraakt worden, een kogel en ook op slag dood zijn. En ik weet gewoon zeker, oké, okay, ik ga dood zo hier. Gewoon, Eerst wat je dacht. Ik, nou, ik wist gewoon zeker, want ik zie ze staan echt voor de ingang met z'n drieën, gewoon blokkeren zeg maar de, de deur waar ik door zou willen ontsnappen. En uh, ik, ik denk, oké, okay, dit is gewoon binnen een paar minuten, is het, uh, een paar seconden is het klaar. Ik word gelukkig niet geraakt, heel veel mensen om me heen wel. Ik zie dat ook, ik voel ook van die, doordat iedereen zeg maar verstrengeld ligt. Dan voel je ook echt die impact van die kogels in mensen. Dat ze dan toch even zo'n stuiptrekking geven soort van. Ook zit ik onder de bloedspetters al heel snel van de impact van die kogels om me heen. En je voelt ook de druk van die kogels. Je ruikt het ook een beetje, dat kruid en zo. En ik lig eigenlijk alleen maar te wachten van, oké, okay, ik krijg zo'n kogel en dan uh, is het klaar. Nou ja, dat is niet gebeurd gelukkig. Dat kan je zien. Ja. Um, het, um, het besef van tijd is compleet weg hè, op zo'n moment. Ik, um, als ik je over vertel... is het alsof ik een soort foto in mijn hoofd zie... waarin alles tegelijk gebeurt. Maar ik weet dat ik ongeveer... en mijn vrienden ook... Uh, we hebben tussen de 10 ja, en 15 minuten... hebben we hier dus ingelegen. Gewoon, Verstrengeld tussen de mensen. Ja, en doodstil. Je bent eigenlijk een soort reptiel. Ja. Ze zeggen je reptiele brein neemt je eigenlijk over op dat moment. Je, je gaat heel instinctief handelen. Je bent niet meer bewust bezig, want... Ja, probeer maar eens 1200 man liggend op de grond te krijgen. Dat lukt je niet. Maar het gebeurt wel op zo'n moment. Het is heel bijzonder eigenlijk. Ja, iedereen gaat naar zijn oerinstinct. Precies, niemand gaat staan, er wordt ook niet geschreeuwd. Of er is eigenlijk geen paniek. Het is eigenlijk, dat vond ik bijna nog enger. Het is gewoon doodstil terwijl dit gebeurt continu. Ja, want de muziek was ondertussen ook uit. De muziek is uit, het licht staat aan en niemand. Uh, alleen de mensen die stonden in de hoeken, kwam nog herinneren dat ik daar wat geschreeuw vandaan hoorde komen. Maar de mensen die lagen, waar ik dus ook tussen lag, niemand maakte geluid. Maar dat is natuurlijk ook om je... Je wilt natuurlijk de aandacht niet naar jezelf trekken. Nee. En ook... Dus op een gegeven moment een paar minuten tot er niet geschoten wordt. Dus ook niemand die op dat moment denkt... Ik sta op en ik ren weg. Iedereen bleef gewoon liggen. Je doet eigenlijk gewoon wat een insect, weet je. Die gaat op zijn rug liggen en die steekt dan zijn benen in de lucht. Ja. Om te doen alsof hij dood is. Dat doen wij dus eigenlijk ook. Ja. Maar het is dus verschillend wat je doet qua... Op, op wat voor plek het plaatsvindt. Ja. In de buiten kan je natuurlijk gewoon nog alle kanten op. Dan wordt maar de, het gewoon rennen, ja. En wij konden dat niet. Dus nee. wat, wat doe je? Ja, dan doe je gewoon net alsof je dood bent eigenlijk. Ja, dus jullie lagen daar met z'n allen op en over elkaar. Ja, ik, ik lag bij mijn vrienden vandaan. Die heb ik ook echt niet gezien meer tot de volgende dag. Omdat die natuurlijk in het mospetje aan het rennen waren. Die lagen wel redelijk bij elkaar in de buurt. Twee, Bob en Frank, die lagen echt naast elkaar. En Dexter, die lag ook alleen ergens. En we zijn los van elkaar allemaal uh, uiteindelijk ontsnapt door een nooduitgang. waar we dus doordat we zo dicht bij die bar stonden. Stonden we daar gelukkig ook in de buurt. En hoe wist je dat die noodig veilig zou zijn? Nou, dat, dat, dat wist ik niet. En gelukkig heb ik er niet te veel over nagedacht. Want op een gegeven moment is ik iedereen door die noodigdhangen aan het ontsnappen. Op handen en knieën. niemand ging ook opstaan. Dus ik deed dat ook. Want je bent een soort kudde dier. En ik heb me later laten vertellen dat toen ik dus op handen en knieën die concertzaal uitkroop. Ik zat heel snel onder het bloed van andere mensen. Ik heb over mensen heen gekropen die. Uh, levens, levensgevaarlijk gewond waren. Je denkt geen moment moet ik iemand helpen. Je bent alleen maar... Ik zag op een gegeven moment licht naar binnen komen. Dat was echt mijn doel. Ik moet naar dat licht toe. Daar is ja. voor mij buiten. Dus je duwt iedereen opzij. Je, je wordt eigenlijk heel egoïstisch over. Ja, ik ben niet trots op, maar dat is echt... je. Ik zag iedereen om me heen, deed dat. Het wordt echt een soort oerinstinct. Je bent heel sterk. Ik ken al die verhalen van... dat iemand ineens een auto optilt, weet je... omdat zijn kind eronder ligt. Zo'n soort kracht komt helemaal uh, Ja, echt overleven. Was. En ineens sta je buiten. Dan is het stil en dan denk je: wat de fuck was dit? Was dit echt? En ik weet niet dat ik één keer omkeek. Die zaal, ik kon door de deuren nog een beetje de zaal in kijken. En toen zag ik nog steeds iedereen liggen en uh, ellende. En dan hoop je maar dat zij ook naar buiten komen. Ja, op dat moment nog niet eens aan gedacht. Ik heb later gehoord dat er dus onwijs geschoten werd op die nooduitgang. Door alle drie de terroristen. Maar ik ben blij dat ik dat niet wist toen ik naar buiten kroop. Ja. Dat had ik denk ik niet in actie durven komen. Nee, zijn er mensen ook blijven liggen? die niet ja. zijn ontsnapt en wel levend eruit zijn gekomen. Dus de tactiek van dood doen. Ja, wel. Ja. Want op een gegeven moment is die, uh, dat hebben, zijn wij gelukkig gaan ontsnapt, op een gegeven moment uh, is er een deur dichtgedaan door een van de terroristen. Dus heel veel mensen, die, er was gewoon niet genoeg tijd voor de hele zaal om te ontsnappen. Hij heeft maar een kwartiertje opengestaan of zo, uh, die deur. Ja, en er hebben heel veel mensen, die hebben zich gewoon urenlang, dus echt afschuwelijk zijn die verhalen. De, weet je, ondanks dat het geen, uh, ik zeg altijd, leed is geen wedstrijd, maar het relativeert toch wel een klein beetje als je die verhalen hoort. Ja. mensen gewoon hand in hand met hun partner of vriendin daar gelegen hebben, eh, vriendin door de kop geschoten zien worden en dan zelf daar gewoon uren nog naast moeten liggen. Maar ook verhalen dat die terroristen door die menigte heen gingen lopen en een van die terroristen scheen te roepen van, kijk nou joh, al die beesten, ze doen, ze doen net of ze dood zijn. Nou, ik pak ze nog wel hoor. En die heeft oh, met zijn kalasnikof in mensen geprikt en als je dan een, een kick gaf, zijn daar... Dan kon je ook nog een kogel krijgen. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, die Moeten die mensen veel angst hebben gevoeld. Ja, dat is echt. Uh, want, dat, geloof het of niet, ik ben daar binnen niet heel bang geweest. Nee. Nee, dat komt omdat je in een soort. Je komt in een modus dat je echt zo scherp bent. En tot dat je gewoon. Ja, aan je, iemand sleurt jou gewoon mee naar buiten, lijkt het net. Je, je, ik zeg altijd, met een joystick is iemand jou aan het uh, besturen. Ja. En als je buiten bent, in veiligheid, dan pas komt die angst eigenlijk. En dan kom je buiten en dan ga je rennen. Ik ben al zo gek gaan rennen, echt. En mijn instinct zei echt: weg hier, zo ver mogelijk. Ik, ik hoorde dat het schieten nog achter me. En ik dacht: ze komen die stegen rennen, weet je wel. En dan word ik hier afgeknald. En ik kan niet zo goed rennen door mijn manke poot. Ja. <laughs> dus ik, ik strompelde een beetje door die steeg heen met allemaal hele hoorde mensen. Niemand kende ik. Niemand maakte contact met elkaar. Nee. Dus ook zo gek ben je allemaal net een aanslag Ben je aan ontsnapt. En niemand die oogcontact maakt of woorden uitwisselt. Dus allemaal ieder voor zich. Iedereen met zijn telefoon aan bellen. en bellen. Ja. Ik belde mijn moeder gelijk toen ik uh, daar naar buiten stond. Ja, ik ben oké. Okay. Ja, en ik, ik had het een beetje... Ge, ik had het niet zo heftig gemaakt nog. Ik zei, mama is geschoten net in de club waar ik was. Ik ben oké, okay, maar ik moet nu even een veilige plek zoeken. Maar ik ben oké. Okay. Maar ik zei wel, ik weet niet of mijn vrienden oké okay zijn. Ja. Mijn moeder was echt gelijk in paniek. Die was gelijk op internet gaan kijken en... Daar was natuurlijk helemaal niks nog van naar buiten gekomen. Dus die dacht in eerste instantie van, nou ja, het zal wel meevallen. Ja, die doen. zag nog niet de ernst van de situatie. Nee. Uh, en welk moment besluit je, hier is het veilig, hier ga ik daar ergens naar binnen? Ik zie daar een bar met heel veel mensen. Ik denk, daar ga ik naartoe. Ja. En tegelijk met mij rennen er nog vier of vijf mensen daar uh, naar binnen. Ja, we, we, we rennen echt die bar in, echt. Heel gek. Een hele ja. gekke scène moet het zijn geweest. Een soort film is bijna gelijk richting de keuken. Ga, ja. ja, gewoon weg van de straat, weet je wel. En, ging te schreeuwen van ah, attack. ja ik spreek het Frans maar iets als attack attack en Bataclan en, ja. en iedereen echt in paniek oh. mensen die hun handen voor hun mond doen weet je wel van die Charlie Hebdo aanslag was ik niet zo lang geleden nog was datzelfde jaar in die buurt ook ja dus mensen waren daar al een beetje ja, die hebben het, gewoon het trauma al meegemaakt het, als stad ja en het woord aanslag dat 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 roept dan heel veel op gelijk dus de ja echt complete paniek in het restaurant uh, de eigenaar die doet alle lichten uit net alsof het dicht is en uh, op de eerste etage uh, worden we allemaal in een klein kamertje gepropt. En dat is het eerste moment dat ik denk: oké, okay. <laughs> ik ben even veilig nu. Ja. Daar denk ik ineens: oh die shit, mijn vrienden. Die, uh, Dan pas valt dat, man, dat besef? Ja, van fuck. Ja, ik, ik dacht: ja, er is, is echt iemand dood. Dat wist ik gewoon zeker. Het kan niet dat wij dit allemaal dat zij dit alle drie hebben overleefd. Dus de eerste die ik bel, die neemt ook niet op. Dus Het is gelijk fuck. Weet je, ik bel de volgende, en dat neemt gelukkig gelijk op uh, Dexter. Uh, even kort gesprekje van waar ben je? Ben je oké? Okay? Ja, je hoeft elkaar, alleen elkaar stem al te horen en je weet van. Ja, het was ja. even van. Uh, hij nam op met uh, wat de fuck was dat? Ja. En ik, ik had in mijn hoofd ook helemaal niet het idee dat ik zo ver weggerend was. Was ik eigenlijk alweer vergeten? Ik zei, ja, ik, ik zit, uh, ik, ik ben naast de bat zoiets zo zei ik. En zei je, ja, oh ja, hij zegt, ja, daar ben ik ook. Ik zeg, nou, we hebben zo even contact, want het is een beetje goudtje. Ja. Dus we ben gewoon 500 meter er vandaan, bijna. Ja, dat ja dat is is Echt bizar. Een soort van Speedy González. Ja, je, je slaat dat gewoon niet op of zo. En um, dan bel ik uh, Frank, maar die is de telefoon en die is een beetje um, verrot geraakt door, uh, doordat hij tussen die mensen lag. Dus hij kan wel appen. Uh, gelukkig ook oké, okay, ook in de steeg bij de Battenklan. Dus ik denk, oh, daar ben ik ook dichtbij. Ja. Maar... Deze WhatsApp gesprek heb ik ook gelezen trouwens in je boek. Heeft zijn... Heel echt. Ik heb wel een traan gelaten. Ik vond het heel intens wat voor gesprekken er dan gevoerd worden. Ja, dit is echt ziek, hè? Ja. ja het is uh, het appje ervoor is uh, iemand nog bier en dan ineens van Frank wat de fuck gasten. Godverdomme. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie. jullie, jullie Oké, okay? reageer nou, reageer ja, nou. Bel ja. mij. Ja. Ja, natuurlijk ja, complete paniek. Hij was denk ik ook op zo'n moment dat hij eindelijk veilig was. En dan is dat natuurlijk gewoon het eerste waar je aan denkt aan je ja. vrienden. Dus op dat moment wist je dat jullie drie veilig waren. Ja, en Bob kregen we niet te pakken. En, en dat duurt ongeveer een. Ik uh, weet niet meer precies, maar een uur, anderhalf uur voordat we erachter komen. Dat Bob gelukkig ook oké okay is. Die um, was de telefoon kwijt toen. Wat een opluchting, zeg. Ja, dat is echt janker dan. Ja, ongeacht dat het natuurlijk alsnog vreselijk is dat zoveel mensen van het leven beroofd zijn. Maar je wilt natuurlijk gewoon wat. ja je ja. Voor jou zijn alleen jouw vrienden op ja. dat moment belangrijk. Natuurlijk later denk je ook aan al die andere mensen, maar op dat moment op weet ik gewoon. Ja. Ik dacht, gelukkig man, mijn vrienden en, en ik en ik zie het verder wel. Ja. Dus je moet je voorstellen, je, je, je zit eigenlijk gewoon nog steeds in een aanslag ook op zo'n moment. Hè. Dus paniek om je heen. Iedereen is alleen maar op, op zijn telefoon en mensen aan het bellen. De, de sfeer was echt was niet fijn in die bar. Dat er echt zoveel. Op, ja, iedereen maakte zich natuurlijk ongerust van zijn er mensen die ik ken misschien wel. Ja. in de Battenklaan. En er waren natuurlijk ook meerdere aanslagen. Hè? Dat al dat nieuws kwam tegelijk naar buiten nu van, in de, in de buurt was geschoten op terrasjes, aanslag bij een voetbalstadion, waar twee bommen afgingen. Dus ja, dat is natuurlijk... Vreselijk, ja. ja ze, ze hadden, woon je in Amsterdam of niet? Ja. ja. Dat er in Amsterdam een aanslag is, dan weet je als eerste, dan wil je weten of er vrienden van je bij zijn. Dus, ja. Ik vergeet even een stukje, er is dus een vrouw in die bar die zich een beetje over mij ontfermt. Die, 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 die heeft mij al een tijdje in de gaten en die heeft door van, oh die jongen die is volgens mij heel hulploos, spreekt de taal niet en ja. Zij is verpleegster, ze zo had zoiets Van ik ga, me, ik ga me een beetje op letten, complete chaos en paniek om ons heen. Dus Veronique, die zei: ja, Laten we proberen hier weg te komen, want uh, dan kunnen we even. dan kan je even je familie en je vrienden bellen. En Ik dacht: uh, die, ik, ik waardeerde helemaal niet dat die vrouw zo lief van mij was. Ik dacht: nee. ja, Laat me even met rust, ik wil gaan naar mijn vrienden toe. Ik ga zo mijn jas halen in de garderobe. Tuurlijk geeft het ook aan dat ik geen idee had wat ik had meegemaakt net. Dus Veronique, die woont echt bijna naast dat café waar we waren. En, uh, komt ook echt zo'n man naar haar toe, en die schreeuwt in het Frans van, uh, ga van de straat af, kijk uit, is het is gevaarlijk. En ze had, nee, maar ik woon hiernaast, dus we gaan nu naar binnen. En echt zo, doorlopen, doorlopen. Ja. Ja, dan kwam een baard thuis. Ik weet nog, haar man deed de deur open. Lionel, echt een hele lieve, kleine, heel open gezicht. Echt zo, hij wist ook al wat er aan de hand was. En gelijk een knuffel. Het is niet echt heel Frans, weet je wel, dat mensen zo warm en nee. open zijn. En ook Engels met je praten, dat dus dat was wel een goede situatie voor de ja, mensen bij wie je terechtkomt. Heel warm. Ja. Ja. Dat, uh, ik waardeerde het niet nog echt op dat moment. Want Ik wil alleen maar naar mijn vrienden toe. Ik dacht steeds: ja, ik ga wel even mee en dan ga ik bijna om haar plezier te doen. En dan ja. ga ik dadelijk naar mijn vrienden. Ja, en misschien ook een beetje rust hebben, want in het café zou het wel heel druk zijn. En hier wist je van: in ieder geval heb ik even even rust. Ja, ja dus ik ging op de bank zitten en uh, ik kreeg een kopje thee en een dekentje of heen. En dan gaat het nieuws ging aan. En dan zie je die headlines met. Uh, grijzeling, in de Bataklanden daar kwam ik toen achter op dat moment. En Veronique zit zo'n beetje te vertalen. Zij zei, zei echt, je hebt echt zoveel geluk gehad. Dat je daar niet in zit nu. Kwam dat toen binnen? Nou, ik weet nog dat ik me doodschrok, dat ik hoorde dat er, ja, moet je maar je nagaan. Twintig mensen waren doodgeschoten, dat waren de eerste uh, berichten. Ja, dat is ja veel meer geworden later nog. Dat ja. je denkt, holy shit, echt, wat, wat stond ik ook gewoon tussen net. had jij ook kunnen zijn. En later, ja, ze zijn natuurlijk 89 uiteindelijk geworden. En 300 die een kogel hebben gehad nog. En uh, uh, ja, dus het grootste gedeelte, de één op de drie of zo, is, uh, is geraakt daarbinnen. Niet ja. overleden, maar in ieder geval wel uh, geraakt. En wij alle vier niet. Het is toch wel echt wel bizar. Dat je, wij stonden ook echt op de plek waar gewoon de meeste doden zijn gevallen ook. Dat zijn we later achtergekomen toen er een soort herdenkingsdienst was daarbinnen. De hele avond krijg je steeds meer nieuwsberichten. De ernst van de situatie wordt steeds duidelijker. Um, je weet ook dat je niet naar buiten kan. Uh, dus je besluit daar te blijven. Nou, ik ben de hele tijd met mijn vrienden aan het appen. We zitten in zo'n groepschat. Uh, en uh, Bob heeft inmiddels Frank en Dexter ook uh, opgezocht. Dus we zijn net met z'n drieën bij elkaar. Waardoor, uh, uh, waardoor ik weet wat iedereen aan het doen is. tegen hun wordt op een gegeven moment... tegen iemand van het arrestatieteam gezegd... van jullie moeten binnen blijven. Jullie mogen niet naar buiten de hele nacht. Dat klopte later niet, maar daardoor had ik zoiets van... oké, okay, ik geef van maar. <laughs> ik, ik, ik blijf wel hier echt. Ik dacht, godverdomme, ik wil gewoon weg hier. Ja. Dus dan... Ga ik wel meer met Veronique praten en met haar man? En kan meer ik ook wel steeds meer? Ik pak op een gegeven moment even een douche om, uh, om de bloed van mijn lijf af te spoelen. En ik krijg een ja. schoon shirt van uh, de man van uh, Veronique. Zij is het lief van ze ook. Ja, het is echt fucking lief. Ja. Zij, zij belt ook met familie van mij in Nederland in het, een, een Franse nicht van me. Om, een beetje, om haar een beetje bij te praten. En de ambassade, adviseert ze mij nog om te bellen. Dus uh, zij uh, ja, neemt me een beetje mee. Ja. Zij zorgt dat ik doe wat nodig is in zo'n nacht. Dat goed zeg. En dan de volgende dag spreek je af met je vrienden. De volgende ochtend um, zie ik mijn vrienden weer in het hotel. Um, zij zijn echt heel laat, of heel vroeg, daar pas uh, weer aangekomen. Hoe was dat ontmoetingsmoment? Ja, dat, dat is een soort, um, soort film. stelt ja, Dat je elkaar in de lo hotel lobby weer ziet. en in de armen valt. En natuurlijk ook wel flink wat tranen laat. Ontlading. Ja, het is wat Bob zei tegen me: van, Kom ze aanlopen, niet van waar die we zitten maar van. Jezus, jij de kut uit. Oh ja, ja, ja. Dus ja hebt een beetje een zwaar nachtje gehad. Ja, gelijk een beetje proberen te relativeren, wat ja. zo heftig is. Maar wel knuffelen en uh, gekke. Uh, als er een camera bij had gestaan, kon het zo een uh, Tarantino-film in. Maar ja. Gewoon alle vier geen jas aan, weet je, best wel koud. En uh, kleding die onder het bloed zit, Dexter die geen schoenen aan heeft. Het ja. Echt een hele bizarre scène was. Ja. En dan wil je toch gewoon, ja, wilde ik gewoon weg terug naar huis. En um, we kwamen al heel snel in allerlei feeders terecht. Doordat er heel veel grenscontroles waren. Omdat uh, door die aanslagen de grenzen dicht... Uh, ja. Of werd, werd streng gecon gecontroleerd. Dus het was echt een helse autorit van ja, bijna negen uur. Het begon echt zo hard te regenen. Dat je gewoon bijna zoiets hebt van... Ik moet de auto echt even langs de kant zetten, weet je wel. Ja. Super, super, super moe. En alleen maar die telefoon die gaat met journalisten die willen spreken. Ja. Of we gelijk door wilden rijden. naar een extra aflevering van Jeroen Pauw. Ja, alsof je niet iets beters te doen hebt. Dat je denkt, waarom, zien. waarom zou je dat doen? ja Waar, wat, wat heb ik daaraan? Ja, ik begrijp natuurlijk dat, dat vanuit journalistiek oogpunt dat dat wordt uh, ja, gevraagd. Ik, ik snap niet dat je dat diezelfde dag... Dat kan je nee. niet vragen aan mensen, nee. vind ik. Dan nee. heb je echt geen idee met wat voor mensen je van doen hebt. Want de effecten van zo'n aanslag zijn dat je, um, je krijgt dan PTSS? Ja, Post Traumatic Stress Disorder. Ja, hoe merkt je dat? Um, ik, ik wist ook wel dat ik dat had. Want ik, ik, ik kende het al een beetje. Het, um, het, uh, de, de stoornis. En ik dacht, nou, dit, dit loop je gewoon op naar zoiets. Dus ik had wel zo'n mindset van: oké, okay, dit ga ik wel. Je ga ik wel iets mee doen. Want ik heb in het, in het verleden ook wel eens een beetje een soort trauma opgelopen. De scheiding van mijn ouders was heel naar. En ik voelde dat weer een beetje wat ik toen voelde. En ik dacht, nou, dat heb ik toen niet goed aangepakt. Ik ga nu wel echt. Als ik mentale klachten krijg, dat, ik ga, daar ga ik mee aan de slag. En hoe heeft jou dit persoonlijk veranderd? Ja, dat is ook wel een. Hele reis geweest bijna. Um, het is allemaal begonnen daar op die bank bij Veronique. Is er wel een soort verzachting in mijn karakter? Uh, is daar eigenlijk gestart? Dat zijn mijn omgevingen ook toen ik terugkwam. Um, was je eerst heel hard? Nou, niet per se hard. Ik was altijd wel heel sociaal en uh, veel vrienden, maar ik was wel uh, negatief. Yeah. Dat is echt juist woord. Ik was heel negatief. Um, en daar kon ik mezelf echt in verliezen. Ik vond mezelf heel zielig op bepaalde momenten, want ik vond mezelf altijd gewoon een slachtoffer van alles. Ja. Ik was echt niet iemand die kon zeggen van, hey gast, heb je zelf niet een aandeel in wat er misgaat nu? Ja. Zo iemand was ik echt niet. Nee. En dat heb ik nu van mensen ook teruggekregen, van je was echt niet altijd heel leuk om mee om te gaan. Ook um, dat je erachter komt dat je soms niet werd uitgenodigd op feestjes en zo. dan heel boos worden van, godverdomme, waarom nodig je mij niet uit? En niet zoeken van, nou misschien ligt dat wel aan mijn karakter, dat ik altijd in die slachtofferrol kruip... en een beetje bozig ben. Voelde je wel haat of woede? Nou, ik was wel boos dat hij mijn leven overhoop lag. Dat wel, van godverdomme, maar komt mij dit? Maar ik had al heel snel dat er ook... negativiteit geprojecteerd werd op mij. Van, het was, ik weet niet of ik dat nog voor je kan halen... maar eind 2015 was er gewoon qua... Uh, het is nu helaas weer een beetje aan het opbloeien... maar qua radicalisering en vluchtelingen... dat was echt een hot topic van de media. Veel haat en boosheid. Ja. En dat werd ook door bepaalde mensen op mij geprojecteerd... Van, uh, zie je wat ik gelijk heb? Die moslims, We moeten toch die grenzen sluiten? Ja yeah. toch? Dat ik van, ja, no fucking way. En ik dacht ook, wat ik vroeger zelf al misschien een klein beetje rechtse gedachten had soms en uh, daarover had kunnen denken. Dat ik dacht, dat was wel echt bewust van, ik ga niet, dat pad ga ik niet op. Nee. nee, want ik heb nu echt een legitieme reden bijna om het wel te doen. Dat mensen het wel snappen dat ik het zou zeggen nu. Ik dacht, nee, als ik dat doe, dan word ik voor mij weer dat mannetje na die scheiding die altijd alleen maar boos werd. Ja. En... Yeah. Dat realiseerde ik me echt en ik wilde dat ook echt als een soort statement laten horen. En toen ik op een gegeven moment dus de kans ook kreeg om met de familie van een van die terroristen te spreken. Ja, want dat ben je gaan doen. Je bent op bezoek geweest daar. Ja, over die vader bijvoorbeeld. Want die kreeg ja. ook heel veel haat op zich af. Terwijl ja. ik denk, luister eerst naar die man. Wat heeft, wat heeft hij te vertellen? En ga dan je mening vormen. Ja, wat is zijn verhaal in dit? Nou, en uh, Hij heeft een fucking bruut verhaal. Ik kan ook een hele podcast over volullen, Maar ja. waar het op neerkomt is dat zijn zoon die die goed heeft... Gewoon, Echt een vrije opvoeding heeft gegeven. Het is een moslimfamilie, maar niet heel praktiserend. Gaan amper naar de moskee en wordt wel af en toe uit de Koran gelezen thuis, maar niet meer dan dat. Zijn zoon ook. En, uh, heeft hij een wereldburger van gemaakt? Sammy heet heette die. En um, die heeft zich dus aangesloten bij IS uiteindelijk. En uh, ja, dat heeft die vader, die, die heeft dat natuurlijk nooit gewild. Die wilde gewoon dat zijn zoon opgroeide tot een uh, lieve man zoals hij zelf ook is. En. Hij is hem zelfs nog op gaan zoeken in Syrië toen hij hoorde dat hij daar zat. Echt probeer het overtuigen: van, jongen, dit waarom doe je dit? Ik hou van je en dit ja. is dus niet het uh, juiste pad. Met het middel liefde, eigenlijk proberen ja. hem terug te krijgen. Precies, ja. Ja. En, ja. En dan toch staat zijn zoon die avond tegenover mij in die concertzaal en schiet hij al die mensen dood. Ja. En dan moet, je, moet jij dus als vader je verantwoorden ineens. Want ik, ik weet niet of je dat gezien hebt. Hij heeft ook een uh, hij heeft recentelijk een boek geschreven met een vader van een meisje dat is doodgeschoten daarbinnen. In dat boek wordt dus gezegd ook van die, uh, die man heet George. Zijn vader van Lola. Zij werd ja. een beetje het gezicht van de aanslag. Uh, jong, jong meisje dat is doodgeschoten. Hij zei, het is zo krachtig dat hij dat zijn strot uitkrijgt. Van, Toen mijn dochter doodgeschoten werd, Lola, stond iedereen van me klaar. Met liefde. De, zelfs de media, mijn familie, mijn vrienden. Bij de vader van Sammy, Aasdien, stond het arrestatieteam klaar. Om de deur in te trappen en hem in de cel te gooien. Het ja. is natuurlijk wel even een, een fucking andere beleving. Waar hij ook het... zo'n ongeacht natuurlijk dat... dat... Wat die zoon heeft gedaan, niet in, op geen enkele manier uh, goed praat. Hij verliest nee, ook zijn zoon. Tuurlijk, ja. En, en misschien verloor je zoon al eerder toen, toen die... Uh, nou, mooi dat je dat zegt. Ja. Hij zegt, ik ben mijn zoon twee keer kwijtgeraakt. Al toen hij, naar, toen hij radicaliseerde en toen ja. hij doodgeschoten werd. Ja. Ik ben er uiteindelijk achter. Uh, ik spreek dit ook op podium vaak uit. Dat eigenlijk met liefde reageren is eigenlijk veel makkelijker. Ja. Want je ja. krijgt dan ook heel veel moois terug. De, 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 ja, de... de Stijg je van op bijna als mens. je krijgt er goede energie van. Terwijl ze met haat reageren. dat trekt ook haat aan. Je, je wordt er geen leuk persoon van. Je trekt je, hebt, je hebt nare mensen naar de om je heen. Ja. Ik, ik, ik dacht vroeger dat het veel makkelijker was om boos te worden. Ja. Maar eigenlijk is dat veel moeilijker. Je, om je maakt je een maakt... bok aan te stellen, eigenlijk, waarom ja. hoef je zelf slachtoffer te vinden? Ja, ja dat linkje zocht ik eventjes net. Dat, dat is precies wat je zegt. Nu ik mezelf geen slachtoffer meer vind, ben ik erachter dat ik over bijna alles in mijn leven. Daar heb ik controle over. Ja. En dat is zo fijn leven. Ja. Er is niemand die mij kan beledigen. Weet je hoe chill dat is? Super relaxed. Niemand kan mij boos krijgen. Nee. Want als iemand iets tegen mij zegt vanuit boosheid, dan denk ik, joh, dit gaat over jou. Ik was ook ver vroeger. Ja, weet ja wel. Of, of kijk, dat, dat zeg ik ook altijd. Als je nou wel boos bent over iets wat een legitieme reden is. Op zich ja. is het best wel een legitieme reden om je een boosheid bij te voelen. Maar doe er dan wat mee. Ja. Ga niet alleen maar lopen blaren op social media of in de media, maar... Doe iets. Want die vader van Sammy, die, die wil nu de wereld zeg maar, het verhaal vertellen van zijn zoon. Om te laten zien: van, hier is het fout gegaan. Let je ja. op. Ja, om, om dit te voorkomen in de toekomst. Van zo radicaliseert een jongen. Hij kan precies vertellen hoe dat is gegaan. Ja, zou meer leer van dat soort ervaringen. Ja. Maar alleen maar met boosheid reageren. dat. Ja. Je maakt de wereld echt lelijk daardoor. Vind ik. ik vind het wel knap hoor, wat die vader doet. Heel knap. Veel respect voor. Ondanks ja. dat hij echt waarschijnlijk ontzettend veel haat krijgt. Nou, ik vond het wel mooi om in zijn boek te lezen: ook dat hij zegt. Dat, ook, ook de ontmoeting met mij dat had ik nog nooit uit zijn mond gehoord dat dat voor hem heel helend heeft gewerkt. zeg van ik kan ik eindelijk toch iets goeds doen hiermee. Ja, hoe komt het dat jij niet die boosheid voelt? Ja, naar die vader voel ik het sowieso niet, want ik vind uh, hij kan er niks aan doen. Hij heeft zijn zoon niet zo opgevoed, dus maar ik, ik heb wel van, dus, van mensen als de vraag gekregen: heeft hij zorg gezegd tegen jou, dan zeg ik van waarom. Moeten ja. mijn ouders, sorry zeggen voor mijn drugsverleden en uh, allerlei ellende die ik vroeger heb uitgehaald? Ja. Nee. En naar die terroristen toe. Ik, ik voelde wel heel veel boosheid in het begin. Vooral dat mijn leven zo overhoop lag. Maar dat is ook wel iets wat ik nu heb geleerd. de Afgelopen. Uh, ik vergeet soms wat bijna vijf jaar is alweer. Maar ja. um, Kijk, ik kan niks met die boosheid. Ik kan die terroristen, die kan ik niet te spreken krijgen. De, de meesten zijn dood. Dus ik stop me dan ook om het af te vragen, om, of om er iets mee te doen. Ik, ik heb bijna een soort stappenplan in mijn hoofd, dat boosheid gewoon zo'n groot onderdeel van mijn leven was. Altijd vroeger van oké, okay, ik voel boosheid. Waarom voel ik dit? Is het, is het logisch dat ik het voel? Nou ja, het is best wel logisch dat ik het voel ja. in dit verhaal. Maar kan ik er iets mee? Kan er geen reden mee? Dan moet ik ook gewoon die boosheid zien los te laten. Dat Hoe is... heet ook weer die theorie? Ik weet het niet. Ik heb hem zelf bedacht. Maar oh, er zal... is een theorie. Mijn vriend zegt dit altijd. Daar is een, ja. daar is vast, maar het is heel veel dingen dat mensen zeggen: oh, doe je het via dit, dit model? Of... ja, dit model. Hij ja. is altijd hier naartoe. Ja, oké, okay, dit, dit model. Nou, hij zegt altijd: uh, als ik iets emotioneler ben en hij is iets uh, <laughs> praktischer, laat ik het zo zeggen. Ik kan me wel eens over hele kleine, kleine dingen heel druk maken en hij niet. En dan zegt hij altijd: van, Oké, okay, je hebt uh, twee keuzes. Uh, kan je er nu iets aan doen of kan je er niet iets aan doen? Nou. Je kan er niks aan doen of wel iets aan doen. Als je er wel iets aan kan doen, why worry? Als je er niets aan kan doen, why worry? Weet je wel? Want je kan er ook iets aan doen, dan kan je het oplossen. En als je er niets aan kan doen, kan je het ook niet, niks aan doen. Het, het, het klinkt heel makkelijk en het is soms ook wel moeilijk hoor. Ik, ik vind het soms ook nogal Weet. lastig. Maar, maar ik kan mezelf wel, ik, ik had het laatst in de auto, toen uh, reed ik naar een presentatie toe, bijna twee uur en. Dus zat ik helemaal in mijn hoofd qua die corona ellende yeah. Van oh, zoveel lezingen worden afgezegd. En yeah. ik krijg kindjes straks en heb ik wel genoeg geld. En, yeah. ik, kom en ze, ik, ik was mezelf fucking depressief aan het kletsen. En yeah. op een gegeven moment zet ik echt de muziek uit en ik, gas, wat ben je aan het doen? Yeah. En echt even dat stappenplantje in mijn hoofd. Heb ik invloed op die corona? Nee. Nul. Nee, Dus Nada. waarom zou je zorgen maken? Maak je niet zo druk. Nee. Maar dat is ook met die boosheid naar die terroristen toe. Oké, okay, ik kan er niks mee. Het is wel terecht, maar ik kan er niks mee. Nee. Dus ik moet het ook loslaten. En dat is echt. Misschien dat dat een beetje bij vergeving in de buurt komt. Ook, ik weet het niet zo goed, maar... Ja, het komt in ieder geval in de buurt bij niet een vrok koesteren. Precies. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Wat zou jij aan de luisteraar en kijker willen meegeven? Nou, ik, ik vind dat boosheidstukje waar we net even samen over gehad. Ik vind dat echt een hele belangrijke mindset. Dat je dat realiseert. Hoe dat werkt en hoe het in je hoofd werkt. Kijk, we maken natuurlijk allemaal tegenslagen mee in ons leven. Hè? En we, jij en ik, uh, die blijven ook komen. Dat, dat is echt zo'n soort stroom aan... Daar moet je heel je leven mee blijven dealen. En heel veel dingen liggen buiten je, buiten je zone van beïnvloeding. Um, maar je hebt natuurlijk altijd nog de keuze... hoe je ergens op reageert. En dat maakt dan een heel groot verschil. Ja. Je, kan natuurlijk, je, je, je kan met liefde of met boosheid reageren. Als je realiseert dat je die keuze altijd hebt... en ook ik heb het een beetje van Veronique geleerd... kijk eens, ook eens, met een, kijk eens gewoon even met een roze bril naar de wereld. Het klinkt allemaal een beetje zijig, maar... Ja. Weet je, ik, heb altijd, ik heb jarenlang door een zwarte bril gekeken. Ja, daar zie ik alleen maar ellende, maar... Zelfs ja, in het is de nice. toch leuker met een bril. Echt, ja. ja. Dus je, je hebt het allemaal zelf in de hand. En dat, als dat kwartje valt, dan ben je echt vrij. Dan kan er kan niks meer van het pad brengen. Top. Nou, dat vind ik hele mooie woorden om mee te eindigen. Um, ontzettend inspirerend verhaal. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, bedankt. Ik vond het ja, heel het wel leuk. Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week!